Corona hier. Politie! Goeiedag, ja, heterdaad. Nou, hij is lopen, kun je niks? Ja, hé, hey, nou, nee, bij deze... Dat hij opstaat wil niet zeggen dat u erin moet graaien, of wel? Sorry? U niet te antwoorden, plichtenbrecht de raadsman. U bent aangehouden voor het overvallen van een waardetransport. Ja, godverdorie. Eén verdachte aangehouden. Verder heeft u recht op medische zorg en recht op een tolk, mocht u de Nederlandse taal niet beheersen. Maar zo te zien is dat geen enkel probleem. Is die verdachte al in het cellencomplex? Als het goed is, is het 48 beneden. Dat klopt, ik ben op het HB. Ja, dan kom ik even naar beneden. Meneer, ik ga u vieren. Heeft u scherpe voorwerpen bij wat ik me kan placeren? Of voorwerpen die u niet bij u hoort te hebben. Zoals rubberen dildo's. Oh nee, die mag wel. Eén kogelvrij vest, twee lockpicks, één buskruit. En waarom heeft hij zoveel geld op zijn zak? Omdat ik dat nog naar de bank moest brengen. Ik moest hem naar de bank brengen. Oké. Die knippel neem ik even voor mijn eigen veiligheid even in beslag. Is dat voertuig van nu, want hier horizontaal op onze mooie wegennet staat? Een simpel antwoord met ja of nee is voldoende. Hallo? Hallo, sorry. Ja, dat is mijn voertuig. Oh, domme. Dat ding is helemaal negatief is. Ja, sorry, ik ben ook weer terug. Hé, wat doet hij met twee lockpicks op zak? Is dat HWB? Voordat hij de schrijfjes heeft vergeten. Oké. En wat doet hij met de kogelvrij vest? In beslag nemen. Wat een mooie bak. Vast te hebben. Je vrouw, oké, ja, nou. Ja. En wat doet u met buskruid? Dat is voor vuurwerk. Voor vuurwerk, maar je weet dat het geen oud en nieuw is. Nee, maar ja. Je kunt beter vooraf alles klaarmaken. Dan hoef je dat met oud en nieuw niet meer te doen. Ja. Ik ga het toch voor de zekerheid even in beslag nemen, dan en die twee loppen, ik zou gewoon eens even overleggen met de collega's wat we ermee gaan doen. Dus, maar ja, ik ga u even in het voertuig zetten, alsof voor uw hoofd. Ja. Zo, collega, rij jij maar een keer eventjes. Ah, is prima. Niet zo slim, hè, meneer, om te overvallen. Ja, wat is slim. Als ik ermee wegkom, is het slim. Ja, want dit keer kwam dit niet mee weg. Dan ben ik normaal niet van de scherpe analyses, maar volgens mij is het niet gelukt. Je kunt niet altijd geluk hebben. Dat is zeker waar. Wat een chirurg, man. Nou, u hebt het recht op medische zorg. Het is vermeld. Ja, daarom dus graag. Steve, kun je even ambulancepersoneel oproepen om naar het HB te komen? Dat kan ik. Jezus, wat duurt dit lang? Goddomme. Vuurwapen niet kan gebruiken, want ik was op een vuurwapen lijkt mij echt het allerlaatste redmiddel. Sowieso, mond is het sterkste wapen. Kijk, als je nou eerst aan mij vraagt, meneer, wat gaat u doen? Nee, je trekt gelijk een vuurwapen. Ja, wat is dat voor... Ik heb geen vuurwapen. Nee, dat weet ik, maar die andere meneer bedoel ik. Ik weet niet of die net zijn vuurwapen heeft, maar die was iets te enthousiast.
Gaat het over mij? Hallo? Hé, hey, momentje hoor. Ik zou het graag willen afhandelen, maar ik heb nog geen toegang in mails, dus ik kan het niet afhandelen. Sorry. Help! Help! Ik zit vast, man! De 48 is weer status 1. Ik ja, zo. Ik ga kijken bij die verdachte woning. Agent! Ja? Ik heb er ook gezet. Wat bent u aan het doen? Help! Ik ga even laten weten waar ik was. Oh, oké. Okay. Hey, had u nog een advocaat gewild, of niet? Nee. Nee, oké. Okay. Mag ik even je ID? Als u. Dank u wel. Dan ga ik het even checken in het systeem. Doe dat. Hallo. Dat is wel verstandig. Hallo. Hallo. Agent. Als je nou eens even geduld hebt, we komen er zo aan. Hallo. Ja, hoe meer u blijft schreeuwen, hoe langer dat het gaat duren. De keuze is aan u. Maar ik word gewoon niet geholpen. Hey, als je even geduld hebt, komen we zo bij u. Ja, maar ik zit vast. Ja, dan, ja, dan zeg, nog. Als je geduld hebt, komen we zo bij u. Maar waar moet ik heen om te wachten? Want ik ben verdwaald, man. Gewoon staan waar je niet blijft staan. Bij de woning niemand aangetroffen. Je moet een aap leren klimmen. Kun je het vinden, vriendin? Ik weet niet of we nog meer eenheden kunnen koppelen aan de winkel. Ja, ik heb... Positief 25 gestart, sorry. Even kijken. Wat voor geluksnummer bent u? Ik ben nummertje 34. Alsjeblieft. Oh, wat? Wat? Zo, kan ik hem niet aan jou geven? Ik weet het niet. Vocale, maar je kan niet meer... je kan niks meer dragen. Zijn geluksnummer is 84. Nee, dat ben ik, wacht. Momentje. Nou, dan moet ik laten vallen. Even kijken. Of je geeft wat aan mij. Kan ook. Ben nummertje... Nou, ja, maar dat moet ook kunnen. Als het goed is wel. Yes. Kijk. Wilt u die andere drie ook nog terug hebben? Nee, joh. Nee? Nou, mooi. Ik heb die gebruikt voor het vissen. Hey, nou, de reden waarvoor dat je aangehouden bent, dat weet je natuurlijk. Je wilt geen advocaat hebben. Nee. Dus, dan gaan we eens even kijken wat de celstraf en zo is. Of wat de taakstraf is. Dus ik ben zo bij u terug. Vast? Ja, wij zitten hier ook nog steeds, dus ik moet maar even wachten. Ben jij een agent of niet? Nou, er staat politie achter op mijn rug, dus ik hoop van wel. Ja, dat zie ik niet, want ik zit in een ander kamertje. Ja, dat weet ik. Daarom zit u ook vast, waarschijnlijk. Ja. Oh. Ik wil graag draaien. Maar we hebben net gezegd, als u nou even blijft wachten, dan komen we zo bij u. Hoe meer u blijft praten, hoe langer dat het gaat duren. Dus de keuze is aan u. Oh. Ik zie twee mogelijkheden. Hij kan 15 maanden celstraf krijgen of 20 maanden taakstraf. Ik zou die taakstraf doen. Wil je even lekker de buiten houden? Dan zijn nog 5 minuten extra. Goddomme, hij leert het ook nooit, hè. Ja, laten we erom dobbelen. Dobbelen. Of alleen, laat hem kiezen, maakt mij het uit. Het zit weg je zak. Hey, je kunt kiezen. Je kunt 15 maanden zo krijgen of 20 maanden taakstraf krijgen. Stuur me dan maar weg. Ik ga dan niet vegen op Blokkenpark, man. Dus je wilt celstraf? Ja. Oké, okay, nou duidelijk. Maar. Sterker nog, ik zou liever 10 jaar willen zitten dan 5 minuten daar vegen op Blokkenpark. Precies. Dan gaan we dat even voor u doen, meneer. Hebben jullie heel toevallig voordat je me wegstuurt wat eten? Ik heb helemaal niks meer en ik denk dat ik niet genoeg heb voor 15 minuten. Thanks. Denk nou wel, toch? Ja, dat lukt wel. Dankjewel. Volgende keer ga ik echt geld vragen. Iedereen vraagt aan mij.
Hey! Hallo? Hallo? Moet ik jou even inrekenen? Maar ga maar even tegen dat witte bord staan. Dan maak ik even een foto van je. Oh, ik sta aan de verkeerde kant van dat ding. Ik denk al, waarom zie ik mezelf? Kan ik even een foto van je maken? Nou, doe maar niet. Zo, nou, geregeld. Hé, hey, er zit er echt eentje hier opgesloten. Waar dan? Ja, hier. Alleen je ziet hem niet. Je ziet dat de spiegelreflectie. Je moet even via de andere kant. Kom maar even tegen dat witte scherm. Ja, toch hier. Foto. Ja, ik zie jullie hoor. Ja, ik jou wel. Je zat op de cover. Op de cover, hoes. Hoes, ja. Nou, ja, even kijken waar die pannenkoek zit. Goeiedag, heren. Ja, wat doet u hier? Kijk. Ja, de deur is gewoon open. Ja, maar ja, naar hier wel, maar niet naar buiten. Oh, maar hoe bent u hier gekomen dan? Nou, de garagedeur was open. Blijkbaar. En ja. Mijn maatje zat dus vast. En toen ging u kijken. En, zei nou, en toen was ik binnen nog. En toen had u de deur op slot gedaan. En toen kon ik niet meer naar buiten. Ja, maar je weet dat je niet het politiebureau mag betreden zonder toestemming, hè? Nee, maar ik riep letterlijk nog, toen jij wegrende, weer terug vanuit de garage, dat ik vast zat. Alleen je hoorde me blijkbaar niet. Nee, ik heb je niet gehoord, nee. Ja, oké, okay, maar ik ben nu wel in het gebied waar we bij mensen moeten fouilleren. Ja, je mag me fouilleren, hoor. Nou, Steve, leef je uit. Nou, ik ga even wat iets in het systeem zetten, dus jij mag het even doen. Nee. Oh, nou, mogen we even uw handen mogen doen? Heeft u voorwerpen bij u die niet bij hoort te hebben, of voorwerpen wat ik maar kan verwonden? Nee. Nou, u heeft het geluk. Ik doe namelijk de beste fouillering van het hele korps. Het schijnt erg lekker te zijn, dus geniet ervan. Kijk, top. Dankjewel, man. Eens even kijken. Oeh, lekker strak. Mijn riem een beetje losmaken. Nee, dat hoeft niet. Het is helemaal in orde. Ja, ik word nu naar buiten gelaten, gelukkig. Oh ja, is dat zo? Daar heb ik nog niks over gezegd. Oh, nou, misschien niet. Ik weet het niet. Ah, ja, kom maar. Eens even kijken. Wel een drolf hier, hè? Nee hoor. Ja, ik was verdwaald. Oh, dat is vervelend. Ik stond bij die auto en ik riep jouw collega, maar ik weet niet, op een of andere manier zag hij mij niet ofzo. Hij rende gewoon door. Oh. Nee. Ja, toen zat ik vast. Geen idee. Kijk eens aan, fijne feestdagen. Je bent een held, dankjewel hè. Joejoe. Volg om even kotsmisselijk. Overrijd alle palen om, Berdy. Oké, 43 chef voorop blijft rijden en blijft volgen. Kan ik mijn collega even ophalen? Hè? Hey, waar is die staat uit? Vernomen, welkom. Dank u. Staan blijven, politie! Ja, lekker hè, met zijn snelle auto erachteraan. Momenteel nog niet, maar blijf voor de zekerheid stel bij staan. Aangezien we met een achtervoer zitten met een grijze Volvo Polestar. Moet ik nou assisteren met de motor? Als ik 43 heb nodig. 50, wil jij locaties doorsturen? 43, 50? Ja. Is gecrashed tegen een boom? Ja, of alleen maar assistentie. Locatie? Gaat de voet verder? Zit er momenteel Rockford Hills bij de... Staan blijven of u wordt getaserd en geloof me, dat doet pijn. Ja, Porto was even uitgevallen. U kunt nou opgeven of u wordt getaserd. Handen omhoog of u krijgt een taser in je nek. De keuze is aan u. Collega, boeien maar. Verdachte aangehouden. Nee, meneer, je bent aangehouden voor vluchten voor de politie. Ik ben niet het antwoorden verplicht. Check haar gezicht op een golfkaart. U heeft overigens recht op medische zorg en een tolk. Maar volgens mij spreekt u prima Nederlands, dus er is nergens voor nodig.
Waar is je voeten? Steek je terug, rij zo maar achter ons aan, ik weet waar het gaat. Yes. Oké, meneer, ik ga even je reuterschap voorwerpen bij. Als je linksaf gaat, dan staat hij rechts op de hoek. Top, dankjewel. Jo. Je geeft geen antwoord, oké. Okay. Ik ga het goed er even nakijken. Voel je het? Ik weet niet waarom dat hij achterna werd gezeten, maar dat horen we van onze collega zo. Ja. Godverdomme, weer goed werk. De collega's die achter de persoon aan zaten, kunnen jullie zometeen even naar het vroeg voertuig komen? Wij zitten momenteel nu in de afhandeling van de andere verdachte. En hoezo wordt deze achtervolg dan? Die Volvo die werd ook door de winkel achter. Een grote hoeveelheid geld aangetroffen en een opmerknuppel. Ja, dat is vernomen. In de kofferbak zit als het goed is de golfclub van... Dus vlucht de politie en een poging winkel overval. Ja, hoofdbakknuppel. Ja, klopt, die is eruit. Zal ik jullie even het spul geven? Ja, hij zegt nou niks meer, dus... Misschien is het een beetje boos. Ik ga jou voor het geld geven. Jongen. Neem die auto maar in beslag bij de politie dan. Dus vluchten voor politie, roekloos rijden en poging winkeloverval. Daar is het geld. Yes. En hier is de knuppel. Nee joh, ik moest even rijden. Want ik kon heel goed rijden, werd er gezegd. Dus ik moest rijden, maar ja, uiteindelijk bak ik er niks van. Dus hier zit ik. Dat blijkt. Nou, je zit allemaal aan de latten, dus jij zit even naar verkeerde auto. Als u de beste bent, dan ben ik blij dat u gereden. Pokken Volvo. Ga jij even? Goddomme. Wat moet ik doen? Ja, je moet hem openzetten, dat ding. Je mag gaan rijden. Ja, mag ik rijden? Oh, dat is gaaf. Meneer op de achterbank, als u pen en papier heeft, maak aantekeningen. Je ga je wel van leren. Naar beneden, je mag naar beneden gaan. Oh, oké. Nou, mijn vrouw zit nog in de... Visite! Wat zullen we genieten? Hey, Johnny! Ja, joh. Nee, laat. Dit meen je niet. Jij zei tegen mij dat ik moest rijden, omdat ik goed kon rijden. Nee, nou, zit ik hier, Johnny. Pannenkoek. Ja, je kon toch rijden deze, hè? Vier. Pannenkoek. Nou, wat een reunie. Celtje 4. Pannenkoekie. Kijk, je collega Liesje. Oh, collega. Ja. Oké. Wat hier door? Ja. Je mag doorlopen hoor. Ja, dat probeer ik, maar het lukt niet. Hoezo niet? Ja, ja. Hij zit dicht. Hey. Dat weet ik veel. Ik ga maar lekker in het voertuig zitten. Ik dacht van de voeten. Melding in drugsverkoop. Politie, maar even staan blijven. Domme. Zet hem er dan voor. Ja, wat doe je nou, collega? Ah, hij gaat erbij liggen. Ja, je reed hem aan. Goedendag, meneer. Hallo? Kunt u terugpraten, meneer? Hallo? Dan wachten we eventjes, komt hij dan maar met een stop. Komt geleden even zijn kofferbak, collega. De zekerheid even in de boeien, u bent aangehouden voorwege het opiumwet. Heel vervelend allemaal. We krijgen meldingen van drugsverkoop hier. U bent niet tot antwoord verplicht, recht op razenman, recht op medische zorg en recht op een tolk, maar ik heb het gevoel dat u de Nederlandse taal prima beheerst. Hij zit niet in de boeien. Nou, zeker wel. En nou denk ik. Nu wel. Gaat zijn kofferbak even controleren. Ah, die kan. Nou.
kofferbak is leeg. Ik ga u fouilleren op basis van een opium met. Ik hoop dat u nu dingen bij hebt die u niet bij hoort te hebben. Of scherpe voorwerpen of voorwerpen waarvan ik denk, what the fuck is dit? Ik ga u fouilleren. Godverdomme. Oh, Steven is een LSD-dealertje hier, oh. Goddomme. LSD? Ja. Oké. Okay. Nou, bij deze bent u ook daadwerkelijk aangehouden op basis van de opiumwet. Eentje bij, ja, zeker eentje bij. Aanhouding, een hartstikke idee. Even wachten, ik ben iets vergeten. Nou, zo zien heeft u een rijbewijsje. Ik ga even kijken wat er op uw rijbewijs staat. Dan weet ik tenminste wie er voor mijn neus staat. Billy Johnson. Billy, ga ik dus even naar het checken systeem. Er zijn al andere collega's naar die overval, meneer. Dus daar hoeft hij zich niet druk om te maken. Hartstikke idee. Laat je noodlocatie. 43 aan rijden naar de noodoproep. Ja, dat is vernomen. Ik ben ook onderweg naar de noodoproep. Die melding uit te gooien laat ik even zien. Locatie. Ja, 42 dus. 32 onderweg. Ik ben ongeveer 35 met de. Hier even uit de veiligheidszware vest. Waar de fuck was ik per se? Hij is volgens mij gewoon de stad uit. Hij ging de trappetje niet op, hij ging het hoekje om en ik bouw het hoekje om, hij is weg. Ik ben momenteel 2,5 kilometer. 1 kilometer lang. Huh? Oh, daar achter. Nee, je rijdt verkeerd. Ja, we moeten even kijken of ik uit die rembaan op kom. Ja, nee, ik kan niet van overtrek en klimmen. Ja, ze staan daar, hier links. Meneer Daghet. De overvaller is in een zwarte auto ook gestapt. Ja, wil ik even verder rijden, alsjeblieft? Ja, ik had ze dus gemeld even. Hier, motel voertuig. Waar zijn ze? Hier linksonder. Oh, ze hebben hem. Nog meer volk, hallo. Hallo, Lizzie. Ja, oh jee. Nog een door. Nog een door, ja. Sorry, we werden vol belaagd met een vuurwapen. Ik druk er ook knop in. Het spijt me. Ja, vuurwapen is gebracht. Er gaat er eentje vandoor. Dit persoon had een zaklam. Oh, hier is er een. Op. Achtervolging. Waar momenteel waar? Nomen. Blauwe Audi A8. Nomen. R8. Moet je te snel afgeleid zijn, hè? Zo, die uitstapte, die had geen wapen op de buik. Voet? Gaat hij te voet krijgen? B-klasse, er is enig iets tegen jou gezegd. Ja, hou ik hem dan. Ja, ik kom. Nee, ik doe niks. Ik doe het, god, ik ga wel naast jou staan. Ik wou zeggen,
ze zijn weer bang dat ik terug ga. Dat is niet zo fijn. Goedendag! Hoi! Hoi! Jij zat net ook. Ja, jou heb ik toch gezegd net, ja, dat we een zwarte auto, dat we daar de offers zijn overgestapt, toch? Ja, dat zei je, ja. Dat klopt. Dan ga je gewoon weg als we willen checken, hè? Ja, waar wil je hem op checken? Dat is meer de punt. Weet jij ook wie de bedachte was? Die locatie. Waar we hebben een noodgroep van gekomen. Oké, ja, dat is een goed aan houden. Maar dat is goed, is ook goed zo. Nou, je hebt een alibi, je weet wat er aan de hand is. Iemand mag gewoon even uitstappen. Iemand nog zijn sirene aanstaan? En dan? Dat de andere verdachte, de overleden verdachte, soort van. Je snapt wel. Laten we het zo zeggen, en dan? Wat een lief, wil je alsjeblieft uitstappen? En dan? Nou, gewoon eventjes. Ja, en dan? Wat gaat er dan gebeuren? Hallo? Dat weet ik niet. Dus wilt u alsjeblieft uitstappen? En dan? Dat is mijn hele vraag. Dit is mijn hele vraagteken. Ja, dan hoor je dat van mijn collega, denk ik. Ik ga het graag even willen weten. Ik wil dat jullie wisten dat ik nog uitstap. Ach, nou, met de telefoon. Wat is er? Nee, ik sta hier letterlijk stil met alle fucking cops hier om me heen. Maar lief, stap nou gewoon uit. Wordt dat? Even checken wat je bij je hebt. Is je momenteel te staan? Oké, dus de eerste vordering wordt nu gevorderd om uit te stappen. Ja. Kijk, hartstikke fijn. Dus jullie zou ik nu niks meer doen. Nu heb ik hem al steeds. Ja, jammer hè? Echt. Iemand die me vlucht uit kan zijn, ik heb een hostage in mijn handen. Collega gegijzeld, graag eenheid hier naartoe. Noodknop, gewoon die noodknop inrammen. Zou ik de noodknop inrammen? Is dat bij jullie in dat? Waar zie jij momenteel verpleegd? We zijn collega gegijzeld, jongens, graag even naar deze kant op komen. Onder de rembaan. Iedereen doet zware vesten om. Vandoor in die auto. Rijden. Ja, stap in dan. Goddomme. Stop, vuur. Ja, ze trekt de wapens. Ze knalt. Ze zat niet in die Fiat 500, maar in die snellere auto. Daar is ingestapt. Ja, die McLaren auto komt daar. Godverdomme. Ja, wat heb je geleerd voortaan niet meer naar zijn deur gaan staan? Sorry, wat zei je? Nou, les voor de volgende keer, niet naar zijn deur gaan staan als iemand niet wil uitstappen. Oh, ja, ik had een persoon graag naar Henk, die mijn auto was geven. Henk Steen? Ja, die zat ook bij mijn lief in de auto en die had niks bij. Ja, maar die had helemaal niks op zich, dus. We weten 100% zeker als het van lief is. Ja, 100% zeker. Ik wilde er controleren en fouilleren en op zijn wapen en gijs. Ja, graag spoed ergens 601. Nou, ze knalt. Ik ga schakelen. Liefst even bij voor locatie staan. Nee. Als best wel even gezellig, maar dat is wel. Ja. Dat mag ook, maar dat is niet heel fijn. Aan de snelweg. Ja, bij het strand. Ja. Nou, ik begin ze uit het hoofd. Maar de GPS is nog niet van mijn verpleeg gehaald, van deze afgenomen. Collega is alweer vrij, Pieter. Oh, ja. En dan zeg je over mij rijkunst. Dat was maar een lichte. Precies. Wat zeg je? Zit er nog acht? Godverdomme.
Niks aan de hand. De collega's heeft een Ashoka aangehouden. Ambulancier? Nee, Ashoka. Toch een ambulancier? Ja, dat denk ik. Wie heeft die aangehouden? Ik weet niet. Ja, is die ergens 6 onderweg? Positief. En nou? Oh, daar. Ja, koppel maar af, want wij kunnen het daar niet bij houden. Er is nou een extra VP'tje onderweg. Zullen we de locatie blijven sturen? Hier, kijk. Die gaan wat sneller dan die wagen die wij wat hebben. Dus, Iedereen check elke ziekenhuiskamer die kan. Oké, here we go. Waarom wil mijn gordelnaam hier los? Wie zoeken we? Wie zoeken we? Ik sta hier voor jouw lul. Weerschoten. Boten bij appartement. Corps meeting. Mevrouw heeft mij... Schoten op blok. Corps meeting. Schoten dichtbij, schoten dichtbij. Die kant op gegaan. Ik koppel wel daarin, ik koppel wel daarin. Ga er heen. En ze heeft mij vastgebonden op de MRI. Ik heb drie. Daar ben ik heel even staat te zien met de afhandeling van verdachten. Twee kogels. Ze is deze kant op gerend. Ja, we hebben ze. Ja, ik ben al gepakt. Ik doe nooit meer hide and seek, ik zweer. Top. Ik ben zo slecht daarin. Mooi. Dus ga je gewoon, anders ga je gewoon mee. Dol heeft nog pols, hè? Oh mijn god, wat is er met deze man gebeurd? Ja, alle kamers. Ik zal jullie wel even je mag gewoon doorlopen. Kut, hoe reanimeer je ook alweer? Nou, jij wil gewoon niet luisteren. Dan doen we het maar even lekker. Ja, ik dacht dat dus u bent aangehouden voor het verstoren van de openbare oren. Ben nieuwe antwoord op plicht op recht op een raadsmaan. U heeft recht op medische zorg. En u heeft recht op een tolk mocht u die nodig hebben, maar die heb je niet nodig. Dus, mooi. Het verstoren van openbare oren. Ik sta in een ziekenhuis. Dit is verstoring van de openbare oren. Ah, prima. Niet luisteren naar een vordering van ambt en functie. Hartstikke idee. Ik wou gewoon CPR op die man uitvoeren. Ik wist alleen even niet hoe het moest. Ja, nou heb je zo. Zou jullie zo lief helpen? Ja. Ja, ik heb toevallig mijn tenenmesje bij. Daar ben ik altijd mijn tenennageltjes. Wat doe je dan mee? Daar snij ik altijd mijn tenennageltjes mee. Ja, dat doet hij maar thuis. Gast, wat is dit? Ik mag niet eens een broodmesje meenemen. Nee, natuurlijk niet. Steve, douw die pandenkoek erin. We gaan even afhalen het tabbe. Ik heb hier gezien. Ik doe zo moeilijk om het moeilijk te doen. Nou, u doet moeilijk, wij vragen u meerdere keren om weg te gaan, u doet het niet, nou prima. Ik kreeg niet eens de kans om weg te lopen. U heeft lang genoeg dat al die tijd gehad. Echt niet, daar wil ik echt wel de discussie mee aan, want dit vind ik echt niet kunnen. Zomaar iemand staande houden voor niks. Ja, drie verder geeft ik, helemaal aan. Ik liep het ziekenhuis van mijn sterfbed af. Ik was nog de kogelgaten aan het dichten die nog in het lichaam zaten nadat jullie op me hadden geschoten. Op welke afdeling? Ik loop het ziekenhuis uit en ik word gelijk staande gehouden voor saus. Er is mij niks verteld waarvoor ik staande ben gehouden. Nou, waarom, luister, wat ik jij ging ook even doorvertellen waar de schoten was en zo. Dat is ook voor mij niet de bedoeling. Ja, en vervolgens ga je bij een collega staan die op de grond ligt. Vraag ik jou gewoon om daar gewoon door, om gewoon weg te gaan. Dat doe jij gewoon niet. Nou, dan ga je toch even lekker met ons mee. Ja, makkelijk zat hoor. Ik wil best weten waarvoor jullie me nu gaan straffen. Ja, nou, dat weet je dan misschien. Niet luisteren naar een vordering van ambtenarenfunctie. Duidelijk zat. Ik had nog u wordt gevraagd weg te gaan, u gaat niet weg, dus u bent aangehouden. Duidelijk, toch? Ik had nog geen 20 seconden. Interesseert me geen reet. Oh, jullie doen echt moeilijk om het moeilijk te doen, heren. Ja. Ik ben echt niet de moeilijkste. Nou, als u niet luistert als wij zeggen dat u weg moet gaan, dan doet u moeilijk. Toch? Ja, ik ben gewoon een beetje jullie aan het treiteren. Dat mag ja, en nou, dat wordt beloond. Succes. Ja, ik word getreiterd door jullie en dan kan ik niet even terug treiteren. Ja. Ja. Ik heb en gelijk, allemaal powergamen. Allemaal boeien, niks voor niks. Vanessa, ik zit hier voor saus. Nou, je bent helemaal niet hier voor saus. Dat zal nog wel blijken. Nou, echt voor saus. Nou, zeker niet.
is iets waar we denken aan dat... Als jij niet naar onze vordering gaat luisteren, dan ga je gewoon lekker mee. Ja, dus weet je, stuur me weg voor twee taakstaf of zo, weet je. Maar nee. Ho, stop ik wil met gewoon even zo boos idee even. Praten. Ja, ik word hier letterlijk aangehaald. Ik kom uit het ziekenboeg, hè. Ik ben de drie kogelgaten aan het vullen die jullie hebben veroorzaakt. Dat was ik. Ja, top. Weet je? En ik loop daar naar buiten en ik zie agent liggen en ik wil hem helpen, toch? Ik wil die CPR doen. Maar ik weet natuurlijk niet als een kale bats die ik ben hoe ik dat moet doen. Dus ik moest even nog een paar keer in mijn brein nog even nakijken, weet je wel. Ik was al bezig met die vingertopjes aan het kweken en ik wou gewoon CPR uitvoeren. Ja, maar daarvoor zei ik al tegen dat je gewoon door mocht lopen. Ja, dat heb ik ken ik toch niet op reageren als ik mijn vingertop aan het sowieso gaat je CPR doen op iemand als u zelf niet meer weet hoe het werkt, terwijl elke seconde telt als meneer is neergeschoten. We zijn de aanbodder. Ik zag geen agenten handelen hoor. Dus wordt u meerdere keren verzocht weg te gaan en dat doet u niet, dus dan luistert u niet helemaal. Jongens, luister, ik had nog geen 15 seconden om de weg te lopen. Daar kan ik nou gaan nakijken. Hoeveel seconden heb je nodig nadat een agent zegt dat je weg moet gaan om weg te gaan? Nou ja, ik langer dan 5 seconden lijkt niet, toch? Ik werd alweer geboeid. Ja, had hij weg moeten gaan. En die politieagent... Dus binnen 1 à 2 seconden gelukt, toch? Weglopen. Niet zo moeilijk. Die denkt gewoon, ik had dat tegen als ik jullie dat commando geef, zijn jullie ook niet zo snel doezen met z'n allen. Kan never nooit niet zo zijn. Ik heb snel genoeg om jou in te rekenen. Worden. En dat kostte geen 15 seconden, kan ik je vertellen. Als meneer zich, had meneer iets op zich? Ja, een mes. Een mes. Ja, en niet gebruikt. Ik heb het gewoon als steenknipmesje gebruikt. Ja, dan knipt hij de teen lekker thuis. Mocht ik lekker thuis. Het is een verboden wapen, meneer. Is toch duidelijk? Ik was bezig toch bij het ziekenhuis. Ik moet dan toch mijn teennagels weer goed rechtzetten. Nou, dan kunnen de artsen daar toch? Nou ja, ik heb er geen gezien. En jullie ook niet tevens, want jullie los daarvan is het verboden wapen. Ik zie het probleem nu. Ik had deze bij hem gevonden, collega. En ik wou wandelen naar de persoon. In zijn zakken. Kijk, weet je, als ik hem nou had getrokken en die agent had doodgestoken, dan snap ik waarom ik hier zit. Maar dat was allemaal niet het geval, want jij hebt me de constante tijd lopen begrepen. Oh, dus iedere inwoner mag een wapen meenemen zolang hij maar niet gebruikt. Ja, ja. Is dit ook een redenering? Een mes is in Nederland toch gewoon altijd gewoon een steekwapen. En de groene staan om op je bij te dragen. En dan ga je nog leuk vertellen nog in je porto dat jij dat ik een melding krijg van een schietpartij, ik meld het aan het korps en dan ga jij het ook even lekker doorlullen tegen je mensen die in de porto. Oké, rustig. Dat heeft even rustig. Even voor jou, meneer. Ik moet terug naar mijn verhoor. Ja, als jullie elkaar op fluisteren zetten, zelf op fluisteren zetten, dan zet ik dat ook. Ja, doen we. Ja, meneer Steen, in Nederland, volgens de wetwapens en munitie is het verboden een mes bij u te hebben dat aan twee kanten scherper is, gescherpt is en groter is dan uw handpalm. En twee kanten gescherpt is altijd illegaal, mensen met een bloedgeul zijn illegaal en mensen groter als je handpalm. Dit mes, dat jij mensen die ook automatisch uitklapbaar zijn, zoals een schakelmes, is ook illegaal. Zoals deze? Ja. Ja, maar dan moet ik heel moeilijk zoeken, wil ik een ander mesje vinden voor mijn teennagels. Dat snap ik, maar het mes is aan twee kanten gescherpt. Het mes is en groter als je schouderblad en het mes is automatisch uitklapbaar. Dus dat is sowieso illegaal op drie vlakken al. Dus hoe je het ook wet of keert, dit mes is illegaal, ben je kwijt. Ja, maar het is alleen... Het is het alleen boeit even me echt gewoon meer, waarvoor ik word staande gehouden. Nee, dat snap ik, maar het is aan die agenten echt verder, want ik moet ook terug naar mijn verhoor. Nee, ga lekker terug naar je verhoor. Ik kan maar je er verder ook mee helpen. Maar je houdt me echt aan. Wat jij vindt. Maar goed. Echt, bedenktijd geef je iemand ook niet echt. Want ik was nog bezig met mijn vingertoppen om die agent te kunnen helpen. Als je ik vind 15 seconden om weg te gaan royaal genoeg. Jij loopt er nog zelfs nog terug naar die agent om hem te helpen, terwijl dat ik je al vroeg om gewoon weg te gaan. Ja, maar je snapt toch als ik bezig ben met mijn vingertoppen, als je luistert naar wat ik zeg, ja, dat ik dan niet in één keer kan weglopen. Want maar daar ben jij niet voor. Mijn lichaam niet. Mijn hoofd doet alleen bezig met vingertoppen en niet met lopen. Ja, maar daar ben jij niet voor. Er zijn ambi- en politiemensen voor. Inderdaad, afgehandeld, hartstikke snel. Stoppen met mijn vingertoppen en gewoon weg te kunnen lopen, maar dat werd me niet gegund. Lieve schat, ik was bezig met mijn vingertoppen. Noem me geen lieve schat, alsjeblieft. Wat dan een
een procedurefout van jullie is. Gaan we hier echt zo moeilijk over doen? Ja. Wie die luisteren wil, moet me voelen. Ja, 5 maatjes, hooguit. Vind ik helemaal best. Ik zie dat je nog een openstaande boete open hebt staan. Wanneer ben je van plan om die te betalen? Even kijken, nou, ik heb, laat me zeggen, niet echt de kans gekregen om die te betalen. Omdat ik letterlijk in het ziekenhuis was onder kogelgaten die jullie de vorige keer nog in hebben gemaaid en me de boete hebben opgelegd. Of laat me zeggen, ik heb nog geen tijd gehad om langs de bank te gaan. Oké, doe ik het wel, ja. Positief. Zullen we hem maar geven, collega? Ja. Geef maar 5 taakstraffen. In de grote zaak. 5. Ja. Oké. Okay. 5 taakstraffen, nee. Te goed. En luister gewoon de volgende keer wat we gaan zeggen tegen u. Ik zal de volgende keer gelijk op mijn spieren rammen, zodat ik weg ben. Hartstikke fijn.